De Family Day van de Paramaribo Zoo afgelopen zondag heeft duizenden bezoekers aangetrokken. Zo heeft de gemeenschap bijgedragen aan de geldinzamelingsactie die als doel heeft de zoo uit de financiële problemen te halen. Het initiatief komt van Skin Glens en JCI Nylon. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd om de bezoekers een aangename tijd te bezorgen. Zo konden ze niet alleen genieten van de dieren, maar ook van lekker eten, drinken en muziek. Zoo-directeur John Altenberg was heel blij met de grote opkomst. Vandaag hebben we een family day in de Paramaribo Zoo, omdat wij een paar maanden geleden hebben we eigenlijk een beetje een noodklok, de noodklok geluid, omdat wij een beetje in erge financiële problemen waren. Eén, omdat wij onze subsidie op een gegeven moment kwam maar niet los bij de overheid. En twee, de bezoekersaantallen waren ook een beetje aan het dalen. En dan kom je echt in de gevarenzone. De dierentuin heeft jammer genoeg geen reserve kunnen opbouwen, waardoor elke tip die je krijgt, heeft direct consequenties voor de dieren. De voeding, de verzorging, het onderhoud en noem maar op. Dus vandaar dat we op een gegeven moment een beetje in de publiciteit zijn geweest. De media heeft ons daarbij ondersteund. En er zijn dus noodsignalen uitgezonden. En die werden opgevangen, onder andere door het ministerie van Financiën. Maar ook de organisatie Skin Glens van mevrouw Sima Jemidar heeft het signaal opgepakt. En heeft direct contact met ons opgenomen van Paramaribo Zoo, we willen jullie helpen om iets te doen. En het idee was dus een family day, tegelijkertijd ook een loterij. De dierentuin bevindt zich in een transformatiefase, zegt Altenberg. De tuin zal aantrekkelijker en moderner worden gemaakt. Daarvoor is er reeds een masterplan ontwikkeld, aldus de zoo-directeur Altenberg. Dat plan is een heel kostbaar plan, omdat we praten over nieuwe verblijven voor onze dieren. En die verblijven zijn niet goedkoop. Je moet echt heel veel ruimte creëren en natuurlijk de nodige voorzieningen om de dieren zich echt thuis te laten voelen. En dat is een heel duur plan. We hebben 11,5 hectare beschikbaar en dat kost natuurlijk ook geld om het in gebruik te nemen. Onze dieren, onze diercollectie bestaat nu uit zowel inheemse dieren als uitheemse dieren. Maar er zijn natuurlijk veel meer dieren die we willen hebben. Maar voordat die dieren kunnen komen, moet je zorgen dat je voldoet aan de eisen van de mensen die die dieren geven. En dat zijn collega dierentuinen, met name in Europa, Nederland, waar wij leeuwen kunnen krijgen. Maar je moet zorgen dat je echt een verblijf hebt dat voldoet aan de eisen van de internationale dierentuinen. En dat zijn zaken die wij natuurlijk niet op stellen en sprong kunnen realiseren, waardoor het soms inderdaad langer duurt dan wat wij willen. Dat was de directeur van de Paramaribo Zoo, John Altenberg, over de Family Day van afgelopen zondag en de plannen om de zoo aantrekkelijker te maken.